ook weer op de Champs-Élysées. Elke dag is er wel eens slaande ruzie. Merci voor alles. Laatste dag van de tour. En voordat we het wisten, waren we in Parijs. Ik moet zeggen, we waren redelijk onder de indruk. Wow, ik ben op de Champs-Élysées. Wow. Ja, ik vind het wel vrij zot dat we hier lopen. Maar ik heb hier altijd met grote ogen naar gekeken als je hier aankwam op de Champs-Élysées. En... doe wel iets. Goed, ja. Eerste keer hier dus. Super zot. Tof hè? Ja, wel onder de indruk. Amai. Ja, en de eerste keer dat ze passeren is ook wel heel tof zo. Het gevoel bij iedereen, ook bij de journalisten, zo iedereen hier zo aan de kant, dat ze voor de eerste keer passeren, dat is wel kippenvel. Is dat de beste plek om te staan? Ja, hier zo ergens eender, maar hier kunnen geen supporters komen, hè, dus hier kunnen ze staan, dus dat is wel tof te hebben. Bon, we wisten al waar we moesten staan, maar we hadden nog wat tijd, dus gingen we langs bij Vive le Vélo om eens te horen hoe het ging met Karel van Nieuwkerken. En? Hoe is het hier geweest eigenlijk voor mij 3 weken? Gewoon saaie toer. Nee, dat is niet waar. Het was een zalige toer. Vroeger kwamen we altijd en de laatste 10 dagen waren we aan het uitkijken naar Parijs omdat we wisten wie dat een toer ging winnen. Nu stof. In het begin zaten we redelijk dicht bij de koers, maar daarna zijn we weer wat op afstand gaan nemen. Vinden we dat niet ambetant dat je een beetje verder van de koers zit? Zo bovenop een berg gaan zitten, dat je het zelf meegemaakt om dan de evacuatie te doen, daar is ook geen pretje aan. Hè. Nee. Je zei dat je in een Irish pub belandt, hè, Bavo. Ah ja, ik heb een... Ja, juist. Ah, ja. Zie je het? Heeft ons gevolgd? Ja, ik volg dat je, weet man. Ja, tuurlijk. Ah, ja, zeg maar, doe maar. We zijn niet gewoon van samen tegen iemand te praten. Nee, ik zit ook nog niet lang onderweg samen. Hè. Nee, totaal niet op elkaar ingespeeld. Jullie zijn hier met 32, heb ik gehoord. Hoe botert dat? Is dat moeilijk om te managen? Of? Goh, elke dag is er wel eens slaande ruzie en dan moeten we tussenkomen, maar dat wordt heel snel opgelost. Hè. Als volwassen mensen. Maar ben je dan de papa? Oh, dat is niet waar, dat is hier nooit ruzie. Ja. Nooit. Nee, echt waar, Wim. Hoeveel keer is er ruzie geweest in 13 jaar? 1 of 2 keer zo'n klein fietje tussen twee mensen? Nu maken wij geen ruzie meer, omdat wij een groep zijn die bijna elk jaar dezelfde groep is. En we weten wat we aan elkaar hebben. Dus iedereen weet, ik moet dat doen en dan heb je ook geen probleem. Dus bijvoorbeeld Wim, het is nu namiddag en die weet, ik moet met mijn voeten op de zetel liggen. Hier is een eigen job, dus dit is nu mijn job. Mogen we jou nog een sticker geven? Zeker. En heb je een toffe plek waar je kan plakken? Ik ga er 2 geven. Dus ik ga hier plakken. Het is dat gewoon met een printer afgeprint, die stickers eigenlijk. Het zijn niet de beste kwaliteit, dat is mijn verantwoordelijkheid. Kijk, ik pak haar mee volgend jaar naar een tour. Is het goed? Goed. Rap, terug naar de Champs-Élysées voor de koers die jullie op televisie zagen en wij zo. En toen moesten we afscheid nemen van 2 mensen die ons nauw aan het hart liggen. De belofte maakt schuld, dus ik zou een pintje drinken. Ja, dat is goed. Oh, waar is het? Saté. En saté, bedankt voor alles. Mooie 3 weken. Kom dan niet te binnen. Ik weet dat hij het gaat op cola, maar ik geloof dat ik niet, dus ik heb een pintje mee voor u. Merci. Gaan we daarop klinken? Nee, dat ga je ook, want ik heb mijn handen vol. Ik ga me al commanderen ook. Ja, het heeft een goede schut, zeker. Een geven paard, hè? Kijk, dan hier ik in de weg zat. Merci voor alles. Ga je gemist, hè? Ah, ja. Het zijn 3 enorm zotte weken geweest voor ons, die ook wel intensief waren, maar aan alle mooie liedjes komt een eind. En dat eind is nu gekomen. Parijs is niet ver meer. We zijn er. En ons bed is ook niet ver niet meer. Dus we gaan er nu in kruipen. I'm no good at goodbyes. Goodbye.